Truus Schreuder is geboren in 1889 in Deventer. In 1911 komt ze met haar man naar Utrecht. Daar ontmoet ze Gerrit Rietveld. Wanneer haar man plotseling overlijdt en zij met 3 kinderen achterblijft, wil ze opnieuw beginnen. En daar hoort ook een ander huis bij. Samen met Rietveld gaat ze aan de slag. Zoals jullie zien, mevrouw Schreuder had geen gordijnen. Maar ja, ze wilde natuurlijk wel wat privacy hebben. En daarom heeft ze deze luiken bedacht. Het is heel handig. Ze hebben een wit randje, zoals u ziet. Dus overdag, want anders wordt het te grote rotzooi, kan je ze op de kast neerzetten en dan kan je ze niet meer zien. Dit is de zigzagstoel, ontworpen door Rietveld. En dit is een originele. De meeste meubels zijn origineel in het huis. Hij zit niet zo lekker, vind ik. Zit hier een beetje strak aan de rug. Was hij ook niet in eerste instantie niet de bedoeling van Rietveld. Gaat wat veranderen. Dit is echt het hart van het huis. En kijk eens hoe ingenieus het is. Ik heb mevrouw Schreuder in 1983 ontmoet. Toen woon ik in Zeist en toen wilde ik weer terug naar Utrecht. Toen zocht ik een kamer, had ik een advertentie gezet en daar reageerde zij op. Want ik was net bezig met de stijl en dat was natuurlijk alsof je midden in het Walhalla viel. En toen heb ik er tot 85 gewoond. Ik denk dat mevrouw Schreuder heel veel invloed op Rietveld heeft gehad. Je ziet het hier in huis gewoon. Dit is geen huis wat alleen door een man als Rietveld gebouwd kan zijn. Er zitten heel veel vrouwelijke dingen in. Al die praktische dingen, die kamers kleiner kunnen maken met die schuifdeuren. Ze zijn echt eigenlijk allemaal dingen die zij erin heeft gebracht vanuit dat leven met 3 kinderen. Ze zou het geweldig vinden als dit huis niet gezien wordt als ik ben de opdrachtgeefster en Rietveld heeft het gedaan. Zij heeft heel sterk altijd benadrukt, ook in die tijd dat ik haar kende, het is iets van ons samen. Net als een kindje, dat geldt ook voor dit huis. De kinderen van mevrouw Schreuder waren niet altijd blij met het huis. Ze werden namelijk wel eens gepest op school vanwege het huis. Want het huis is natuurlijk totaal anders dan de meeste huizen. Ze werden ook wel eens gepest omdat hun bedden geen bedranden hadden. Daarom leken hun bedden een beetje op kisten. Dan hebben ze hun moeder gevraagd of ze niet echte bedden konden krijgen met echte bedranden. En toen heeft hun moeder, mevrouw Schreuder, heeft toen deze opklapbare bedranden bedacht. Nou, als dan hun vriendinnen kwamen spelen, konden ze omhoog klappen en dan hadden ze weer echte bedden. Mevrouw Schreuder heeft tot haar dood in 1985 in het Rietveld-Schreuderhuis gewoond. Ook Rietveld woonde de laatste jaren van zijn leven in het huis.